start valt. En dat zag er een beetje raar uit, want Mr. Good News zat op het nummer van Mario Flevo. Maar het mag allemaal. Paarden zijn onderweg. Leiding is in handen van Modo Di Quattro als de paarden de eerste bocht indraaien. Mr. Good News op plaats 2. Daarachter volgen de kanariekleuren die de bocht ingaan. Die zijn van Love You BR. Vierde plaats is voor Moonshine Meadow. Op de vijfde plek ligt Let It Be Petnik. En zesde aan de relingzijde is rustig begonnen Mario Flevo. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Tesla kan het tempo zelf bepalen. Dat vindt hij altijd erg prettig. Vindt Modo Di Quattro ook fijn. En we gaan met spanning uitkijken naar de eerste tussentijd. Die zal niet al te snel zijn. Het zal wel een vlotte tijd zijn. 14-3. Maar Tesla heeft het tempo er al een beetje uitgehaald met Modo Di Quattro. De rest van het veld sluit makkelijk aan. Het is Mr. Good News op plaats 2. Dan Love You BR, dan Moonshine Meadow. Enige paard in het tweede spoor op dit moment is Let It Be Petnik. En daarachter volgt Mario Flevo. Zo gaan we de Park Hotel Tjarda bocht door en komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. En Modo Di Quattro leidt. Modo Di Quattro in de kleuren van Stal Quattro komt als eerste in de rechte lijn voor de tribune. Mr. Good News ligt erachter en aan de buitenkant gaat Let It Be Petnik nu proberen iets naar voren te komen. Let It Be Petnik schuift op, heeft inmiddels plaats 5 bereikt in het veldje van 6. Mario Flevo gaat achter hem aan. Tussentijd is 16-6 en zo gaan we de laatste kilometer in. Kost weinig moeite voor de koploper, maar de rest blijft ook makkelijk bij. 900 meter nog en Modo Di Quattro gaat als eerste de Z-Turf-bocht opzoeken. Daarachter op de tweede plaats Mr. Good News. Derde aan de relingzijde Love You BR. Vierde aan de buitenkant Let It Be Petnik, daar gingen de proppen eruit. Vijfde aan de relingzijde is Moonshine Meadow, die kan geen kant op. Want aan de buitenkant schuin daarnaast ligt Mario Flevo. Vooraan gaat het tempo nu ook omhoog. Er valt een klein gaatje tussen de voorste twee en de rest van het peloton. En Modo Di Quattro leidt. Modo Di Quattro, Mr. Good News kan hem goed bijbenen. Plaats 3 inmiddels aan de buitenkant voor Let It Be Petnik. Tussentijd is 14 rond. Vierde plaats voor Love You BR. Moonshine Meadow kan er nu eindelijk uit. En die zal nog wel wat laten zien in die laatste meters. Daarachter ligt nog Mario Flevo. Zo gaan ze de laatste bocht in. En Modo Di Quattro heeft anderhalve lengte voorsprong en is halverwege de Tjarda-bocht. Tweede plek is voor Mr. Good News. Daarachter Let It Be Petnik die dichterbij komt. Aan de buitenkant komt ook Moonshine Meadow met veel geweld aan. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Modo Di Quattro zal nog wel wat reserve hebben, maar dat zal hij ook nodig hebben, want Mr. Good News komt eraan. Mr. Good News aan de buitenkant, helemaal aan de buitenkant. Let It Be Petnik, 3 paarden op een lijn. Tesla is geklopt en het is Kooijman die overneemt met Mr. Good News. Het werd ook een keer tijd dat hij zou winnen. Geldt ook voor de draver die tweede wordt, Let It Be Petnik. En derde, Modo Di Quattro. 13-2 de laatste 500 meter, 14-9 voor de winnaar.